Welkom bij Wetenschap 101. Wetenschappers hebben een eiland onontdekt. Sandy Island in de Koraalzee ten noordoosten van Australië heeft waarschijnlijk nooit bestaan. En hoe het toch op landkaarten terecht is gekomen is nog niet helemaal duidelijk. Een vermist eiland dat er waarschijnlijk nooit echt is geweest. Dan moet ik denken aan Atlantis. Het mythische verzwolgen eiland dat in de 4e eeuw voor Christus werd beschreven door de Griekse filosoof Plato. Hij noemde het een welvarend eiland, machtig, paradijselijk zelfs, maar het werd verwoest door aardbevingen en overstromingen. Het bleek een heel krachtige mythe waar volksstammen zich mee bezig hebben gehouden. En tot op de dag van vandaag zijn er mensen die graag willen geloven dat het echt heeft bestaan. 2 millennia na Plato, in de 17e eeuw, nam een andere filosoof het verhaal op. De Engelsman Francis Bacon. En hij beschreef New Atlantis. Een eiland in de buurt van Zuid-Amerika, waar de bewoners zich helemaal hadden gewijd aan het natuuronderzoek. Bacon staat bekend als een van de grote aanjagers van het empirische onderzoek, het ondervindelijke onderzoek. Het houdt in dat je goed om je heen kijkt hoe de dingen in elkaar zitten, dat je experimenten doet en dat je die grondig analyseert. Het klinkt heel logisch dat dat een manier is om onderzoek te doen, maar in Bacons tijd was dat nieuw. Maar de bewoners van New Atlantis die hebben al heel goed begrepen dat dat de juiste methode is. En het centrum van een eiland is het Huis van Salomon, waar kennis van over de hele wereld wordt vergaard en waar experimenten worden gedaan en beschreven en grondig doordacht. Nou, zo'n eiland dat zo goed onderzocht is en zo goed beschreven, dat zou natuurlijk nooit ongemerkt van de kaart zijn verdwenen, als het ooit had bestaan.